Welkom bij Science by Stars en in deze les bespreken we de hormonale regeling van de menstruatiecyclus. Deze les valt binnen een grotere lessenreeks in verband met de hormonale regeling van de menstruele cyclus. Ga zeker naar de andere video's kijken als je iets niet helemaal begrijpt. In deze les komen de drie lessen samen van hormonen, van feedbackmechanismes en van die menstruatiecyclus. En we gaan die laten samenkomen op twee manieren. Een beschrijvendere manier, waar we ook rekening houden met de verschillende hormoonconcentraties. En een hele schematische manier, een schema waar alles van die menstruele cyclus samengevat staat. Ik weet niet welke dat voor jou het beste werkt of waar jij de focus op wil leggen. Je kiest er gewoon eentje uit of je doet ze alle twee. En ik start met de beschrijvende manier, maar ga zeker naar de timestamp zien wanneer dat we met de schematische manier beginnen. Onze menstruele cyclus die start bij de menstruatie, waarbij dus het baarmoederslijmvlies afgestoten wordt. We krijgen opnieuw de hypothalamus, die gonadotrofine releasing factor maakt en die stimuleert de hypofyse ter aanmaak van follikelstimulerend hormoon. Follikelstimulerend hormoon zorgt ervoor dat in de ovaria de follikelcellen gaan uitgroeien tot een rijpe eicel en die follikelcellen die gaan op hun beurt oestrogeen aanmaken. Dit oestrogeen gaat in de baarmoeder zorgen voor het nieuwe opbouw van het baarmoederslijmvlies, maar gaat ook in kleine concentraties zorgen voor een negatieve feedback op die follikelstimulerend hormoonproductie. Er is al een eicelletje aan het rijpen, het wordt aangegeven dat een eicelletje aan het uitrijpen is, dus follikelstimulerend hormoon mag langzaam minderen in concentratie. Verder krijgen we ook het negatieve feedback op die productie van luteïniserend hormoon, welke vooral in het tweede deel van de hormonale cyclus belangrijk is. Die negatieve feedback op FSH door oestrogeen is ingezet, maar dat gaat een tijdje duren vooraleer dat effect van kracht gaat gaan, omdat het hormonaal systeem een traag systeem is. Dus die FSH gaat initieel nog eerst zorgen voor een verdere rijping van die follikel. En we zien dus verder die follikel rijpen. We zien ook dat die oestrogeenproductie langzaam gaat toenemen. En uiteindelijk krijgen we de vorming van die graafse follikel. Die graafse follikel die gaat heel veel oestrogeen beginnen maken. En langzaam zien we ook het effect van oestrogeen op het baarmoederslijmvlies. Oestrogeen zorgt in baarmoeder voor de opbouw van het slijmvlies, de proliferatieve fase. Oestrogeen heeft een tweede functie en dat is dat hij in hoge concentraties geen negatieve feedback, maar een positieve feedback gaat veroorzaken op die FSH en LH-productie in de hypofyse. En dit heeft het gevolg dat er een LH- en FSH-piek gaat verschijnen. En het is net die LH-FSH-piek hier die gaat zorgen voor de ovulatie. LH gaat voor de rest ook nog zorgen dat de achtergebleven follikelcellen omgezet worden in een geel lichaam. En dat gebeurt al redelijk snel. Dat gebeurt nog net voor de eisprong, daarom dat we hier die oestrogeen erop zien. En we gaan voor het eerst een nieuw hormoon zien dat door het geel lichaam, hier door de geel omgezette follikelcellen geproduceerd wordt. En dat is progesteron. Progesteron heeft een hele belangrijke functie op het baarmoederslijmvlies, namelijk de secretiefase inleiden. Het baarmoederslijmvlies gaat starten met het aanmaak van slijm dat glycogeenrijk is voor het opvangen van de bevruchte eicel. Maar de tweede belangrijke functie van progesteron is de negatieve feedback op de hypofyse. Progesteron gaat tegen de hypofyse zeggen dat die LH en die FSH-productie mag stoppen, waardoor we dus meteen zien dat die LH en die FSH-productie in elkaar gaat stuiken. LH en FSH, dus een diepe duik na die negatieve feedback van progesteron. LH heeft er ondertussen voor gezorgd dat mijn resterende follikelcellen omgezet zijn in een geel lichaam. En dit geel lichaam gaat zorgen voor zowel een progesteronproductie als een oestrogeenproductie. Progesteron en oestrogeen gaan op hun beurt het baarmoederslijmvlies verder prolifereren en in stand houden. Die secretiefase die gaat beter tot stand komen, dus er gaat nog meer slijm geproduceerd worden. Maar door die negatieve feedback zien we dus dat geen lichaam beperkt is in levensduur, want zonder LH gaat het geen lichaam regresseren. LH en FSH worden heel sterk onderdrukt door die productie van progesteron en door die afwezigheid van die LH gaat ons geen lichaam regresseren tot een wit lichaam.
Door het feit dat deze regresseert, krijgen we dus ook het wegvallen van die productie van oestrogeen en progesteron door het gehele lichaam. Dus we zien dat die hormoonconcentraties heel sterk gaan afnemen op het einde van die menstruele cyclus. Doel van progesteron en oestrogeen was het in stand houden van hier het baarmoederslijmvlies. En door het wegvallen van die hormonen zien we dus ook hier dat het baarmoederslijmvlies uiteindelijk gaat afgestoten worden met het einde van die menstruele cyclus en het start van de regel. En dus terug opnieuw het begin van de volgende cyclus. En door de sterke afname van die progesteron en die oestrogeen gaat ook die sterke negatieve feedback loop wegvallen en krijgen we dus opnieuw de productie van FSH, waardoor een nieuw follikeltje kan beginnen rijpen. En dan neem ik het nog eens graag heel schematisch met jullie door. Dit vind ik zelf een prima schema om het goed te onthouden allemaal. Om te starten, het lege schema, je kan dit afdrukken en samen mee invullen. Of ja, als je zelf gewoon vanaf nul wil beginnen tekenen, dan weet je toch hoe dat het er uiteindelijk uit gaat zien. De hormonale regeling van die menstruatiecyclus die start bij de hypothalamus. En de standaard setting van de hypothalamus is eigenlijk op aan op het produceren van gonadotrofine releasing factor. Die gonadotrofine releasing factor die komt aan in die hypofyse en in die hypofyse die gaat gestimuleerd worden ter productie van het follikelstimulerend hormoon. Follikelstimulerend hormoon komt in de eierstokken aan en daar krijgen we de rijping van één van die follikelcellen. Meestal gaan er een paar follikelcellen starten met de rijping en wordt er de follikelcel geselecteerd die het meest beste aan het rijpen is en die mag dan verder uitgroeien. We starten dus met die menstruatie van de vorige menstruele cyclus en we starten bij die hypothalamus. In die hypothalamus krijgen we de productie van gonadotrofine releasing factor die in die hypofyse FSH gaat doen aanmaken. En dit follikelstimulerend hormoon gaat in de ovaria zorgen dat er een follikel gaat uitgroeien. En zo komen we in de folliculaire fase terecht, de fase van die rijpende follikel. We zien dat die meer lagig wordt en dat er hier vocht gesecreteerd wordt in een centrale holte. En op het moment dat we die holte hebben, dat we die duidelijk kunnen onderscheiden, dan spreken we van een Graafse follikel. Het is die Graafse follikel die eigenlijk gaat starten met die productie van oestrogenen. Het gebeurt al iets vroeger, de jonge follikelcellen doen dat ook, maar die oestrogeenproductie komt echt op gang wanneer die follikelcellen aan het uitgroeien zijn. We krijgen dus stijging van oestrogeen en die stijging van oestrogeen die heeft het gevolg dat het baarmoederslijmvlies in die proliferatiefase terechtkomt. Dus we hebben die follikel die is aan het groeien en die follikel die gaat oestrogeen beginnen produceren en die oestrogeen die zorgt voor die proliferatiefase in het baarmoederslijmvlies. Die verandering van oestrogeenconcentraties die gaat zijn effecten hebben op die hypofyse en die hypothalamus. Initieel bij die lage oestrogeenconcentraties zagen we die negatieve feedback op die hypofyse en dus daarbij ook op die FSH-productie waarmee het lichaam, de ovaria, eigenlijk zeggen er is een eicelletje aan het rijpen, er moet geen nieuw eicelletje nog uitrijpen. Iets later zien we dus dat die FSH gaat zakken en we zien dat die concentratie oestrogeen gaat stijgen door die productie van die follikelcellen die Die hoge concentratie van oestrogeen die gaat dan weer zorgen voor een positieve feedback op die hypothalamus en op die gonadotrofine releasing factor productie. Door die GRF-stijging zien we dat die hypofyse overactief gaat worden en we zien dus dat we een grote piek krijgen aan FSH en aan luteïniserend hormoon. De follikelcellen maken oestrogeen aan en die oestrogeen gaat in het begin in lage concentraties tegen die hypofyse zeggen stop maar even met die productie van FSH, want er is al een eicelletje aan het uitgroeien, er is een follikelcel aan het groeien, er hoeft geen tweede follikelcel te groeien. En dat gaat die doen dus door een negatieve feedback te geven aan die hypofyse. Na een tijdje gaat die follikelcel verder uitgroeien, ga je een groter aantal follikelcellen krijgen, gaat die oestrogeenproductie stijgen en dat zorgt voor een positieve feedback naar de hypothalamus. De hypothalamus gaat starten met een verhoogde productie van gonadotrope releasing factor en die verhoogde productie van die gonadotrope releasing factor zorgt voor een verhoogde productie van FSH en LH en die FSH en LH piek gaan heel belangrijk zijn voor de ovulatie.
De ovulatie gaat bepaald worden door een bepaalde hormoonconcentratie van FSH en LH. En die combinatie van die hoge aanwezigheid van die twee hormonen zorgt voor die eisprong of de ovulatie. We gaan zien dat die follikel gaat barsten en de eicel gaat door de ampulla opgevangen worden en gaat richting de baarmoeder geleid worden via de eileider. Dit gebeurt ongeveer 14 dagen na de eerste menstruatie en het is de start van de luteale fase, want we zien dus dat onze eicelletjes, onze follikel, die gaan springen en ons restlichaampje gaat dan omgevormd worden naar een geel lichaam dat een andere hormonale functie heeft. Door de positieve feedback van oestrogeen op de hypothalamus krijgen we dus een verhoogde concentratie van gonadotrofine releasing factor en dat leidt tot een piek in FSH en een piek in LH en die twee pieken die zorgen dan samen voor de ovulatie vanuit die Graafse follikel. En zo komen we in die luteale fase terecht. Onze Graafse follikel is gesprongen, ons eicelletje is in de ampulla terechtgekomen, is onderweg naar de baarmoeder. En de restlichaampje, de follikelcellen die achterblijven, die gaan onder invloed van het luteiniserend hormoon omgezet worden tot een geel lichaam. Het geel lichaam heeft een belangrijke hormonale functie, namelijk die productie van oestrogeen en progesteron. En oestrogeen en progesteron gaan zorgen voor de volgende fase in het baarmoeder, en dat is de productie van baarmoeder slijmvlies. We krijgen dus onder invloed van het luteiniserend hormoon gaan de restfollikelcellen omgevormd worden tot een geel lichaam en dit geel lichaam had dus die belangrijke hormonale functie, productie van oestrogeen en de productie van progesteron. De combinatie van oestrogeen en progesteron zorgt ervoor dat we in de secretiefase terechtkomen van het baarmoeder slijmvlies en dan krijgen we een aantal feedbackmechanismes die van start gaan gaan. Twee belangrijke feedbackmechanismes van progesteron op de menstruele cyclus. Het eerste is de negatieve feedback op de productie van FSH, waardoor de follikelstimulerend hormoonconcentratie gaat zakken. En de tweede belangrijke feedbackmechanisme van progesteron is die op LH, waardoor het luteiniserend hormoon gaat zakken. Door het wegvallen van het follikelstimulerend hormoon en het luteiniserend hormoon gaat er geen nieuwe rijping van een follikel in de ovaria plaatsvinden, maar gaat het geel lichaam ook niet in stand gehouden worden. Progesteron heeft een negatieve feedback op die hypofyse, waardoor die hypofyse geen follikelstimulerend hormoon of luteiniserend hormoon niet meer gaat maken. Is er geen luteiniserend hormoon niet meer, gaat het geel lichaam niet meer in stand gehouden worden. Als er geen bevruchting plaats heeft gevonden, dan zien we dat dus het geel lichaam gaat degenereren in afwezigheid van het luteiniserend hormoon. En dit geel lichaam dat zorgt voor die productie van oestrogeen en progesteron. Dus we zien dat die twee ook sterk in concentratie gaan afnemen. Oestrogeen en progesteron die zorgen voor de opbouw van dat baarmoederslijmvlies. Dit baarmoederslijmvlies wordt niet langer ondersteund en we krijgen de menstruatie. Maar verder krijgen we door het wegvallen van de progesteron ook het wegvallen van de verschillende negatieve feedback loops die progesteron had op de productie van FSH en LH. Wegvallen van die negatieve feedback loop zorgt ervoor dat de hypothalamus en de hypofyse in hun standaard setting terechtkomen en dat is de productie van FSH, zodat een nieuwe follikel kan rijpen. We zien dus dat door het wegvallen van het luteiniserend hormoon het geel lichaam niet meer ondersteund wordt en omgevormd wordt tot een wit lichaam. Door het wegvallen van het geel lichaam gaat die oestrogeen en die progesteronproductie wegvallen. Geen oestrogeen en progesteronproductie wil zeggen dat het baarmoederslijmvlies niet meer ondersteund wordt en de menstruatie op gang komt. Het wegvallen van oestrogeen en progesteron heeft ook het gevolg dat die feedback loops die ondertussen in gang waren gezet, dat die wegvallen en dat eigenlijk onze cyclus gaat resetten. We krijgen terug de productie van gonadotrope releasing factor, de hypofyse start terug met de aanmaak van follikelstimulerend hormoon en we krijgen dus de groei van een nieuwe follikel en een nieuwe menstruele cyclus. En dan laat ik jullie nog even dit schema mooi ingevuld zien voor als je dit wil afdrukken. En dat was de hormonale regeling van de menstruele cyclus. Dankjewel voor het luisteren.